entire dialogue that you hear inside, this has been decoded by the artificial intelligence. Doris. Hey, Hannah. Hey. Ik wou even iets met jou bespreken, eigenlijk. Het is weer mis met Thomas. Doris? Nee. Dus ik wou met je even overleggen hoe we dat gaan oplossen. We? Ja, we. Nee, ik ga dat niet. Ik kan dat niet, ik wil dat niet. Het is niet nodig. En Thomas kan heel goed voor zichzelf zorgen. Wat belangrijk is voor Thomas, is dat er rust in de tent komt. Ah! Ah! Dood, man. Voor de 10.000ste keer. Thomas kan dat alleen. Je zegt niks. Je doet normaal. Je zegt niks. Hey. 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 Ja. Kom jij nou doen? Leuk. Wat doe je nou, Thomas? Het ging gewoon even niet goed. Even niet goed? Maar het is nu... het gaat al wel. Het gaat wel en dan spring jij op klaarlichte dag in een koude gracht. In een koude gracht? Dat pimperen van Thomas, dat helpt hem gewoon niet. Nee, want jij weet heel goed wat helpen is natuurlijk, hè. Thomas gaat de deur job en dat is Hannah niet, hè. Want Hannah is alleen wel aan het fotograferen. Een mooie kunst maken van moeilijke mensen met rafelige randen... terwijl ze zelf in een grachtenpand woont. Het gaat niet alleen maar over Hannah Verkerk. Papa is er niet om je te verdedigen. Dat is heel jammer voor je. Dat begrijp ik. Moet het allemaal zelf doen. Heel moeilijk. Moeilijk, 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 moeilijk. Niet lachen, hè? Ik kan niet anders. Doris. Hou nou altijd even 2 minuten je mond dicht, ja?